Hoi allemaal, het is vandaag maandag en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is al maandagavond. Gisteren waren we naar Vinkveen geweest, naar mijn opa en oma. En toen is Milan hier blijven slapen en we hebben eigenlijk heel de dag... we hebben lekker uitgeslapen, lekker ontbeten. Daarna wilden we gaan lunchen bij Scrumpy, maar dat was dicht. Gingen we een ijsje eten en hebben we gewoon even lekker gelegen en zo. En gewoon even lekker gezellig rustig dagje. Ik heb hem net thuis gebracht, dus ik ben thuis. Ik ga even mijn kamer opruimen, want mijn bed is een zooi. Grond is een zooi, alles is een zootje. Dus dat ga ik even opruimen. Wat ik aan had vandaag was dit shirtje van G's Louise. Dit rokje, broekje van de Zara. En Isabel Marantz. Dus ik ga nu even mijn kamer opruimen. Gaan we zo meteen eten. En ja, voor de rest ga ik vandaag eigenlijk niks doen. Het is natuurlijk maandag een beetje een gekke dag. Want ik was gewoon vrij vandaag. Voor Pinksteren natuurlijk. Morgen moet ik wel naar school. Maar het is ook maar van 1 tot half 3. Dus daar ga ik ook niet dood van. En het was echt heel erg lekker weer. Dus ik heb echt een hele leuke dag gehad. Dus ja, ik ga even mijn kamer opruimen. En gewoon even lekker deze rustig maandag afsluiten. Oh ja, en trouwens jongens. Ik ging natuurlijk mijn haar op zijn kop hangen en meten en zo. Dus gisteravond dacht ik, nou Miel was er. Ik dacht oké, nu ga ik meten of het is gelukt. Maar het is niet gelukt. Ik had echt de hoop dat het zou groeien. Want ik zag bij heel veel mensen dat het gewoon was gelukt. Ik dacht, nou, bij mij zal het ook vast wel lukken. Maar het is dus niet gelukt. Ik weet niet of het aan mij lag. Of dat die mensen niet helemaal eerlijk waren in de video's. Ik heb geen idee. Maar bij mij heeft het in ieder geval niet gewerkt. Maar het is niet gegroeid. Dus dan weten jullie dat ook. Dus jullie hoeven geen moeite te doen om elke avond 4 minuten op je kop te hangen en te masseren. Want het heeft toch geen zin. Maar oké, ik ga nu echt mijn kamer opruimen. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag dinsdag. 22 mei volgens mij. En ik moet vandaag naar school toe. Ik dacht dat ik van 1 tot half 3 naar school moest. Maar dat is helaas van half 12 tot 3. Tot half 3. Maar is alsnog maar 3 uurtjes. Maar goed. Ik heb aan dit shirtje met die achterkant van Zoe Carson. Mijn Gucci riem. Mijn grijze broek van de Pieces. En mijn sneakers van Alexander McQueen. Dus ja... Ik moet wel nog even mijn haar doen, want dat knotje valt de hele tijd uit. Maar goed, ik weet nog niet wat voor jas ik aandoe, maar het is nummer 3. Het misert een beetje, maar toch is het heel benauwd. Kijk, hier is nog helemaal grijs. En daar begint het wel weer blauwer te worden, maar ja, goed verhaal weer. Ik heb mijn tas al ingepakt en ik ga naar school toe. Oké, hoi allemaal. Ik ben thuis uit school. Heb ik vanmorgen gefilmd? Ja, volgens mij wel. Of althans, ik ben best wel een tijdje thuis uit school. Want toen ik thuis kwam, ging ik gelijk even met mijn moeder naar Loosduinen. Want daar heb je dit winkeltje zitten. Kotja noem je het. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Maar ik heb net natuurlijk zaterdag dat die lunch van Char. En thema is jurkjes. En ik heb niet echt een leuk jurkje. Dus die ging ik even halen daar. En dat is... Oh, de bonnetje knitten. Oh, even kijken. Ja, je ziet het niet zo heel goed. Maar dus dit kanten jurkje. En ik zal hem wel laten zien zondag als ik hem aantrek. Maar die heb ik gekocht. En toen zag ik nog... dit groene rokje. En die vond ik ook heel erg leuk. Dus die heb ik ook meegenomen. Dus dat... Ik ben van plan om ook zo'n zomershoplog te doen. Dus ik ga er niet heel uitgebreid verder op in. Dat zal wel dan in die video komen. Maar goed. Het is opeens zo warm buiten. Niet normaal. Maar ik ga lekker op bed liggen. En uiteraard weer lekker filmpjes kijken. Hoi allemaal. Het is vandaag woensdag. En ik ben eigenlijk heel de dag vergeten om te filmen. Het is nu al 4 uur. En ik ben al naar school geweest. Ik ben al een tijdje thuis. En volgens mij trilt mijn hand zo erg. Oké, ik ga hem even ergens inzetten. Zo, beter. Jullie zien me wel hier in de spiegel. Maar goed. Ik ben al een tijdje thuis van school. En ik heb even mijn kast een beetje opgeruimd. Want echt, er lag zo'n grote zooi. Dat was niet normaal. Ik heb even alles, want ik wil toch gewoon zomershoplog doen. Alles even verzameld en in een doos gedaan. Zodat ik dat dan gewoon allemaal bij elkaar heb liggen. Zodat ik niks vergeet. Ja, ik ben nu al een tijdje thuis uit school dus en ik wilde eigenlijk wat voor Nederlands gaan maken. Ik moet een cv maken, maar mijn vader is er heel erg goed in.
Dus ik denk dat ik dat vanavond met hem ga maken. Dus ik ben nu de vlog van Julia van Berg aan het kijken. En toen dacht ik, oh shit, ik heb helemaal zelf nog niet gefilmd vandaag. Dus ik dacht, dat doe ik nu even. We moeten dus voor school, volgende week gaan we oksels en bovenlip harsen. Dus we moeten deze week onze oksels en bovenlip laten groeien. Bovenlip vind ik niet zo erg, want ik heb echt maar hele witte blonde haartjes. Dus dat zie je niet echt. Maar oksels, oh my god. En het wordt echt kapot lekker weer. En zondag heb ik de verjaardag van Char, moet ik een jurkje aan. En die heeft zeg maar van zulke mouwtjes en met gaas. Dus dat wordt heel fijn. Maar goed. Morgenochtend heb ik rijles. Dan ging ik ook weer pas om 2 uur op school. Dus dat is niet zo bijzonder. Ik heb dit shirtje aan van Jeez Louise. En nu mijn pyjama broek. Maar ik had vandaag gewoon een spijkerbroek aan. Dus dat. Oh, ik heb zoveel jeuk aan mijn neus. Echt niet normaal. Morgen is Char jarig. Daar praat ze echt al 3 maanden lang over. Gewoon toen ik jarig was, zij zei al. Oh, nog zoveel dagen ben ik jarig. Zoveel dagen ben ik jarig. Echt heel de week heeft heel de klas elke dag misschien minimaal 8 keer gehoord. Over 8 dagen ben ik jarig. Over 7 dagen ben ik jarig. Over 6 dagen ben ik jarig. Heel de fucking week. Maar morgen is ze eindelijk jarig. En dan vrijdag gaan we natuurlijk uit. Gezegd met z'n allen, ik moet eerst stage lopen tot 9 tot 5. Ja, 9 tot 5 moet ik stage lopen. En dan in de avond ga ik naar Char, toen gaan we uit. Zaterdag werken. Zondag dan die lunch van Char. Het is in Hotel New York in Rotterdam. Ik weet niet of jullie dat kennen. Maar daar gaan we dan heen. En het wordt super lekker weer. Dus ik denk dat het heel erg leuk gaat worden. Ja! Yeah! Kijk, kijk maar. Ik zou een andere best doen. Nee, joh. Deze keer. Nee, dank je. Jongens, liksen. Dit is ja, lik er maar gewoon aan. Goed dit al? Zo is die fucking lekker. En? Het smaakt als een zuurstok. Het is echt top. Doe hem even in je mond. Ja, doe even in je mond. Doe, even, dat is grappig. Gewoon helemaal eruit halen. Helemaal in stok houden. Kijk even naar mij. Wacht even. Oh my god. Godverdomme, het stopt nog voor me in één keer erin. Oh my god. Iedereen is zo hier. Ze is echt aan het genieten van die piemel. Lekker. Wel lekkere piemel. Oh mijn god, ze is er nu echt aan zo'n piemel. Zonder dit gezicht. Zonder dit gezicht. Nou, dit is. Oh, ik heb ook nog. Ja, laat even zien. Oké, nou, Dirk gaat voor de kast. Dirk. Wil je nog wat vloggen, hè? Dus, ik heb toestemming van jullie. Ik heb een opslag, je moet je even op Insta zetten. Ik heb ook nieuwe snoepjes. Zet mij ook even in je vlog. Nieuwe piemel snoepjes, wacht. Fleur, ik wil weer in je vlog. Dit is Wendy, volg haar allemaal op Instagram. Wendy Boussy. Lekker piemel. B-O-U-S-I-E. Is ook top? Je moet even je hand erachter doen. Oh, sorry. Nu stelt hij scherp, Stijn. Oh, mooi piemeltje. Ja, volgende. Zou ik hem in het hutsen top zien? Ik wil eerst het filmpje zien. Mag ik eerst alsjeblieft het filmpje zien? Kirsten de Ridder. Je ziet er ook echt helemaal genieten. Laat de rest zien. Doe me goed zo. Oh, het spijt me. Oh ja. Nou, Al handig, Keer. Die gaan een keer. Hé, Keer. Is ze harder nodig? Nou. Hey, bootje. Dus dat, en ik. Oh, die kan je weer in je zak stoppen. Ik heb nog wat gekregen. Soppie. Kan ze zich lekker mee wassen. Hoe kan ik nog een beetje schoon worden naar Lolly? Even de kut mee wassen. Een lekkere lipbalsem. Smaakt naar coconut. Is een perfecte pijpje of zo. Ja, en het ja, dit is weer te veel informatie over een lieve was. Oké, okay, jongens, ik ben tijdens school. Het is vandaag donderdag. Ik weet niet of ik vanmorgen had gefilmd. Maar Char is vandaag jarig. Daar hebben jullie wel van stukjes op school kunnen zien. Maar ik heb het helemaal niet verteld. Maar gisteravond heb ik met mijn ouders een camera besteld. Dus die ga ik nu overmaken bij Coolblue. Heb ik hem besteld. En ik kwam vandaag al binnen. Super chill. Dus die ga ik open maken.
En Char was natuurlijk vandaag jarig. Is vandaag jarig, superleuk. Dus daar hebben jullie wel stukjes van in de kantine op school en op de scooter kunnen zien. Jongen, hoe gaat het open? Ik zat heel erg te twijfelen over welke kamer ik zou bestellen, maar ik heb nu dan, ja, ik laat het zo meteen wel zien, nu een camera besteld, de Sony A5100, omdat ik weet natuurlijk niet hoe lang ik ga blijven vloggen en dan ga ik niet gelijk de allerduurste camera kopen, want stel ik blijf het maar een jaartje doen, weet je. Hoe zit dit in elkaar? Waarom ben ik nou echt zo mogol? Is dit een doos in een doos? Oh, ik zag het wel. Even kijken. Er zit als eerst een camerahoes in. Het is niet het allermooiste natuurlijk, maar voor op vakantie of zo, weet je, is gewoon super chill als je het in een hoes kan doen. Dan zit er een 64 gig SD kaartje in. Een extra batterij zit volgens mij. Ja, extra batterij zit erin. Super chill voor als die ander leeg is, hoef je niet te wachten. Kan je gewoon klein. En dan uiteraard de camera. Dit is hem. De Sony 5A5100. Super blij mee. Ik had hem gezien bij een meisje op YouTube. Dat zij die had gekocht. En het was echt super mooie kwaliteit. Althans, dat vond ik. En ik wilde heel erg graag een camera. Maar ik wilde wel niet een camera die mindere kwaliteit had dan mijn telefoon. Kan ik net zo goed met mijn telefoon blijven filmen. Maar met mijn telefoon filmen vind ik best wel irritant, want ja, ik weet niet. Het is gewoon niet zo heel praktisch. Dus heb ik deze gekocht. Ik zal wel even een linkje in de beschrijving gaan zetten. Van die camera, zeg maar. Je kon ook alleen losse camera kopen, maar je had ook zo'n starterspakket. En dan zat die hoester dus bij en deze twee dingetjes. Ik ga even openmaken. Ik weet nog niet of ik hem ga installeren, want straks doe ik iets fout. Dus misschien kan ik beter gewoon op mijn vader wachten. Er zit in een touwtje. Een batterij die ik dus ook nu extra heb. Een opladerdraadje. Ik denk... Nee, niet om die nog uit te laten, maar goed. Een opladerdraadje of zo. Dan een blokje. Ja, ik heb geen idee. En nog een stickertje. En een kabeltje. Ik denk om bestanden over te zetten naar je computer of zo. Hij is trouwens ook op wifi. Dus volgens mij, of op Bluetooth. Nee, op wifi was hij volgens mij. En dan heb ik hier de camera. Even kijken. Niet laten vallen gelijk. Tada! Dit is hem. Hij heeft best wel een dikke lens. Of dit zeg maar is best wel breed. Maar ja, ik vind hem wel echt heel erg gaaf. Hij is best wel, hij is niet heel zwaar. Hoe krijg ik dit gelijk niet meer erin? Oh. En dit is wel irritant dat dit los zit. Want die ga ik geheid kwijtraken. Maar die moet ik gewoon even ergens in doen. Je kan dit klepje ook omhoog klikken. Dus als je dan aan het filmen bent, kan je ook jezelf zien. Super chill. Ja. Kan die al aan? Ik weet niet eens waar die aan moet. Oh, hier. Staat aan het knopje. Waarschijnlijk doet hij het niet, omdat er geen batterij in zit. Oké, nee. Ik ga er nog niet aan zitten, want straks loopt hem. Maar deze dus. En daar ben ik echt super blij mee. Hij is echt best wel groot. Maar ik heb natuurlijk ook zo'n statiefje. Die kan je er ook in draaien, trouwens. Dus die. En ik ben er echt heel erg blij mee. De volgende beelden die jullie gaan zien zal waarschijnlijk met die camera zijn. Althans, dat hoop ik. Oh, en er zit hier ook nog zo'n kabeltje aan. Dat je hem om je nek kan doen. Ik denk niet dat ik dat ga doen. Maar goed. Dus,
heel erg blij ben ik hiermee. Vandaag vrijdag en ik heb gisteren niets meer gefilmd omdat deze camera 5 uur aan de oplader moest. En ja, maar ik heb wel 2 pakketjes gekregen. Gewoon omdat jij maar weer licht hebt, maar oké. Okay. Wat wil je dan? Oké, denk ik. Dit is zo raar. Maar oké, ik ga jullie even neerzetten. Het is vandaag dus vrijdag. En ik ga proberen niet in het scherm te kijken, jongens. Dat is het eerste wat ik me ga voornemen. Ik ga jullie even neerzetten. Oké, ja. Het is vandaag vrijdag. En ik kom net terug van stage. Ik moest stage lopen van 9 tot 5. En ik heb 2 pakketjes binnengekregen van My Jewelry. Ik weet niet of ik dat goed uitspreek. Super leuk. Ik vind die tekst erop ook zo leuk. Work hard so you can shop harder. Dat is heel leuk. Wat zouden mij benaderd of ik een leuk t-shirtje uit wilde zoeken. En daarbij zou ik dan 2 kettingtjes en 1 oorbel krijgen. Althans, zo zei ze net. Dus ik weet niet echt of het ook 1 oorbel is. Zou best kunnen, want ze verkopen oorbellen daar per 1 en niet per paar. Maar ik weet niet waarom ze 2 pakketjes op heeft gestuurd. Geen idee. Maar ik ga het even openmaken. En aan jullie laten zien. Dus ik had vandaag stage trouwens. En ik ga straks naar Char toe. Ik ga eerst even met mijn vader en mijn broertje eten. Even mijn haar doen. Nagels lakken, want mijn nagels. Oh, ik vind het zo leuk dat ik nu scarf stel. Maar oké. Okay. Ik vind die zakken zo leuk. Oké. Okay. Er zit dus dit in. Een kartonnen dingetje en een kaartje. En er zit op, lieve Fleur, veel plezier van de items, liefs, Jody. Stelt hij er gelijk scherp? Zou je dat echt doen? Ja, ik heb mijn bril niet op, dus ik zie dat niet. Maar oké. Okay. Wat ik als eerste eruit haal is dit shirtje. Die heb ik uitgekozen omdat die me wel heel erg gaaf leek op dit panterhokje. Daar leek hij me wel heel erg leuk op. Misschien dat ik dit vanavond wel aandoe. Dat leek me heel erg leuk. En ik heb natuurlijk dat nieuwe groene rokje. Daar lijkt hij me ook heel erg leuk op. Dus ja, dit is een maatje. XS en kost normaal, als je hem koopt in de winkel of online, kost hij 30 euro. Ah, leuk. Als eerste zijn wel gouden dingetjes. En ik heb zilveren oorbelletjes, dus ik wil eigenlijk dan nog even zelf gouden ringetjes kopen. Maar ik heb als eerste dit oorbelletje gekregen. Super leuk oorbelletje met een, niet of je dat ziet, met een pantertje erin. Normaal kost deze €12,95. Super leuk oorbelletje. Maar het is er dus inderdaad 1. Je kan deze oorbelletjes per paar kopen. Of per stuk kopen in plaats van per paar. Oké, volgende is dit kettingtje. Limited edition staat erop. Maar ik ben dan benieuwd wat er in het andere pakketje zit. Want dit was eigenlijk hetgene wat ik zou krijgen. Een shirtje, 2 kettingjes en 1 oorbel. Maar goed, dat is dus dit kettingje. Super leuk kettingje. Ook met van die muntjes eraan. Ik heb natuurlijk al een ketting met muntjes. Maar deze met kleine muntjes. En die vind ik super schattig. Echt heel erg leuk is die. Deze kost normaal €17,95. En dan heb ik nog deze gekregen. En daar staat op Chetemme. Dit is ook weer limited edition. Dit is denk ik een iets langere ketting. Ja, dat zie je ook aan de achterkant. Deze is korter en deze is langer. Dus deze. Goud met een hartje. En dan die bedeltjes, zeg maar. Ik weet niet of je dat goed kan zien. Die bedeltjes zitten ook soort van balletjes tussen. Super leuk. En deze is normaal €19,95. Oké, dus ik ga even kijken wat er in dit pakketje zit. I have really no idea. Want meer had ik eigenlijk ook niet verwacht. Oh, superleuk. Ze hebben het 2 keer opgestuurd. Dit shirtje is nog een keer in een XS. En denk weer in dezelfde sieraden. Nu met 2 paar oorbelletjes en 1 ketting. Superleuk. Dit kettingtje. En dan 2 paar oorbelletjes. Oh, superleuk. Nou, daar heb ik wel gewoon 2 oorbelletjes. Echt onwijs leuk. Oké, ik heb me even omgekleed.
even mijn haar gedaan. Even een beetje make-up op gedaan. En het is pas 8:30 of zo. Dus ik ga nu even zeggen bij mijn vader beneden op de bank zitten. Want mijn moeder is naar de toppers. Mijn haar moet nog wel even drogen. Want ik heb het nat gespreid. Dus het moet nog even drogen. En ik moet nog even volumepoeder erin doen. Maar ik zal even laten zien wat ik aan heb. Als je dit kunt zien. Oh, ik doe even in de andere spiegel. Daar zie je het denk ik wel beter. Ik heb dit shirtje aan van Bershka is die. Die heb ik echt al, nou niet best wel lang. Die heb ik in de kerstvakantie gekocht. Met mijn Gucci riem en dit rokje broekje van de Zara is die. En ik heb trouwens die nieuwe oorbelletjes in die ik heb gekregen. Ik vind ze echt super leuk. Ik heb wel die andere uitgedaan. Want die waren natuurlijk zilver. Die heb ik gewoon even bewaard. Dus eigenlijk wil ik dan hiervoor even andere ringetjes kopen. Maar ik heb hier gewoon nog die zilver bewaard. En hier hangen die andere. Die met dat hartje. Die had ik net om. Maar ik vind het bij dit shirtje. Bij dit shirtje vind ik drie kettingjes niet zo leuk. Of helemaal niet. Omdat het een kraag heeft. Dus ik ga nu gewoon even terug beneden zitten. Mijn benen doen zo vol bij van stage. Ik weet echt niet hoe ik het deze avond vol ga houden. Want ik wil weer mijn Sandra's aan. Ik ga denk ik wel mijn oude Sandra's aan doen. Die zitten lekkerder. Hier, gaat het nog goed? Nee, ik ga niet. Oh, ja. Als die voorbij is, gaat hij opsteken. Dat red ik niet. Dit gaat niet heel best. Ik ga niet staan. Mag ik even wat zeggen, Fleur? Ja. Zeg het maar. Hou met je kop dicht. Klaar, zeg je kop dicht. Nou, ik wil jullie allemaal bedanken dat jullie hier zijn. Ik vind het heel gezellig. Dat jullie allemaal zijn. Beste vriendinnetjes en kip en... Mooi. Maar dat weet ik ook niet. Maar pak zijn we gaan. Wat is dat? Ik ben terug van Char. Ik heb vanmorgen niks gefilmd. Omdat ik was best wel laat wakker. Dus ik moest een beetje opschieten. Oh, ik heb het zo warm. En gisteren op werk. Gisteren op werk. Na werk had ik ook niks meer gefilmd. Maar ik heb zo meteen wel iets heel erg leuks voor jullie. Maar ik ben dus net terug. Het was super gezellig. We hebben lekker gegeten. Uiteindelijk was het niet echt een lunch. Maar ook een soort van avondeten of zo. Was heel erg leuk. Het is nu 8:45. Ik ben dus nu pas thuis. Want ik wilde nog even blijven hangen met Char. Dat was echt heel erg gezellig. Wat ik aan had. Zal ik ook even laten zien. Dit jurkje. Ja, je ziet het niet heel erg goed. Maar zeg maar van dat volant. En dan hier kant. En dan hier schijnt het ook door. Met mijn Isabel Marantz eronder. Dit jurkje komt uit een winkeltje uit Loosduinen. Super leuk. Die ik dus vorige week had laten zien. En dan met mijn nieuwe oorbelletjes in. Deze. En gewoon deze simpele kettingjes. Maar ik heb dus nog iets heel leuks voor jullie. Ik ga jullie even neerzetten. Ik heb trouwens ook mijn haar gesteld. Voor als je dat nog niet was opgevallen. Maar ik heb dus iets heel erg leuks. Want ik had natuurlijk afgelopen vrijdag dat pakketje laten zien van mijn jewelry. Dat ik die dingetjes had gekregen. Net zoals die oorbelletjes. En ik heb een winactie voor jullie. Ik ga namelijk dit extra shirtje en dit kettingje aan iemand van jullie weggeven. Er zullen twee winnaars zijn. Oh mijn god, dan schreeuwen die kinderen zo hard. Even het raam liggen. Oké, beter. Maar er zullen dus twee mensen winnen. Eén iemand kan natuurlijk wel dat kettingje winnen en die andere shirtje. Het shirtje is in een maatje XS en die ketting valt een beetje als een choker volgens mij. Het is een gouden ketting. Super leuk. Oké, wat je moet doen om te kunnen winnen is... Je moet me als allereerst geabonneerd zijn op mijn kanaal. Wat best logisch is. Je moet deze video even liken. Je moet mij en mijn jewelry... Ik kan het echt niet uitspreken. Echt een rot woord. Maar jullie snappen wat ik bedoel. Moeten jullie even volgen op Instagram. En je moet een reactie achterlaten. Welke van de twee items je zou willen winnen. En waarom. Maak er maar een leuk verhaaltje van. En dan kies ik volgende week zondag. Tot 3 juni. 3 juni, 3 uur. Tot dan kunnen jullie mee aan de winactie. Want daarna zal ik de winnaar bekendmaken. En in de avond komt natuurlijk je weekvlog online. Dus zal ik het in die laatste paar minuten van de weekvlog bekendmaken. Dus tot 3 juni, tot 3 uur kan je meedoen. Dus laat ook even weten of je dan zou kiezen voor het kettingje of voor het shirtje. Want er komen natuurlijk dan twee winnaars. Dus zondag worden de twee winnaressen bekendgemaakt. Ik hoop dat jullie het heel erg leuk vinden dat ik iets mag weggeven. En dat jullie iets kunnen winnen. Dus dat.
Ik zal ook alle dingen die je moet doen nog even in de beschrijving zetten. En linkjes naar onze Instagram, zodat je daar gelijk op kan klikken. Maar ja, ik denk dat ik hierbij gelijk de video ga afsluiten. Want dan kan ik hem bewerken en zo. Want ik kreeg al van een aantal meiden de vraag wanneer de video online kwam. Mark was dus heel de dag weg. Ik zit er toch echt over na te denken om de weekvlogs op maandag te gaan uploaden. Dat zei ik vorige keer ook al, heb ik het uiteindelijk niet gedaan. Misschien dat ik het nu toch wel ga doen. Dat weet ik nog niet. Moet ik echt even goed over nadenken wanneer en welke dagen ik zo video's wil uploaden. Dus dat. Maar bij deze ga ik gelijk de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat jullie hem heel erg leuk vonden. En abonneer natuurlijk even op mijn kanaal. Ik heb bijna de 3000 abonnees waar ik heel blij mee ben. En vergeet natuurlijk ook niet even deze video te liken. En dan zie ik jullie heel graag tot volgende week weer. Doei!